De capaciteit van onze vervoersondernemingen komt langzamerhand weer op peil. Aan de aanvulling van het wagenpark werken ook Nederlandse fabrieken mee. Zo bijvoorbeeld Beines in Haarlem, waar vroeger voornamelijk spoorwegrijtuigen werden gemaakt. De uit het buitenland ingevoerde onderstellen voor autobussen worden hier van een carrosserie voorzien waarvan de onderdelen tevoren pas klaar zijn gemaakt. Het geheel sluit als een bus. De hele afwerking van zo'n bus duurt nog geen 4 weken. Voordat hij in dienst gesteld wordt, moet eerst een proefrit gemaakt worden en dan zal hij zijn plaats in gaan nemen in het nationale wegverkeer.